Binnen mijn studie kun je kiezen voor 3 uitstroomprofielen: onderzoek, onderwijs en ondernemen. En omdat je binnen een universitaire studie heel erg gericht bent op kennis opdoen, wilde ik dat uitstroomprofiel gebruiken om wat meer op de praktijk te gaan richten. Om die reden heb ik in eerste instantie onderwijs gekozen, maar ik kwam er al snel achter dat dat niet helemaal mijn ding was. En om die reden ben ik toen overgestapt naar ondernemen. Ondernemen geeft je de mogelijkheid om heel direct te ervaren wat je met je studie kunt gaan doen in de praktijk. En dat sprak me heel erg aan. Voor het uitstroomprofiel ondernemen heb ik een stage gedaan bij Stilstaan. En Stilstaan is een bureau in ritueelbegeleiding. Wat inhoudt dat bij belangrijke levensmomenten of bij belangrijke gebeurtenissen ontwerpt zij en begeleidt zij rituelen. Behalve dat ik geleerd heb mezelf te motiveren als het wat moeilijker wordt, heb ik natuurlijk een heleboel andere dingen overgehouden aan mijn stage. Een van die dingen zijn de onderzoeksvaardigheden. Ik had tijdens mijn studie al best wel veel gewerkt met theorieën, met literatuur, ook wel eens praktijkonderzoek gedaan. Maar ik had eigenlijk nog nooit met interviews gewerkt. En doordat ik dat nu vanaf de grond af aan moest opbouwen, met behulp van docenten, met behulp van boeken, heb ik eigenlijk veel meer geleerd dan ik zou doen wanneer ik gewoon literatuuronderzoek zou doen. En daarnaast heb ik door mijn stage ook heel veel zicht gekregen op de praktijk. Want ik wilde heel graag iets met religie gaan doen, alleen ik wist niet zo goed wat. En ik zag alleen maar die vastomlijnde beroepen vormen van dominee of van leraar. En eigenlijk door mijn onderzoek met ritueelbegeleiders heb ik ontdekt dat het helemaal niet zo helder ligt. En dat de samenleving is veranderd, de vraag van mensen is veranderd. En met de kennis van religie die ik in mijn studie en mijn stage heb opgedaan, zie ik daar echt wel een toekomst in.